Welkom in de laatste video. Um, in de laatste, of in de eerste twee video's moet ik eigenlijk zeggen, hebben we heel wat heilige omver omvergeduurd. Ik weet niet of je daar bewust van was, maar uh, in ieder geval, het is zo. En ik ben er mij heel bewust van dat nog niet iedereen zover is um, dat ze klaar zijn om in dit level van bewustwording te stappen dat ik jullie een uitdag en een vraag. En dat is oké. Okay. Het vraagt natuurlijk... Um, Volledige verantwoordelijkheid om, 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 om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven. Nu, het goede, het leuke, maar ook het vervelende en het slechte, waar we eigenlijk liever mee uh, zo snel als mogelijk willen wacht gaan lopen. Maar die zijn alle stukken dat we moeten gaan herkennen en eigenlijk verantwoordelijkheid voor gaan nemen. Want wist je dat dat eigenlijk trouwens een van de kopingsmechanismen is? Ook weglopen. De meesten zijn daar niet bewust van. Maar dat is eigenlijk ook een van de kopingmechanismen die we onszelf hebben aangeleerd. Je kent het wel, hè? vechten, vluchten of bevriezen. Misschien zijn er nog, ik weet het niet. Maar dus geen van deze drie brengt uiteindelijk het, het beoogde resultaat. Um, en gaat dan merken, zoals bij dieren, is het eigenlijk het enige doel, zo snel als mogelijk de balans terug te brengen. Uh, zodat het vredevol en rustig voelt. Uh, zodat dat gevoel eigenlijk terugkomt. En als je gewoon gaat gaan kijken naar het fysieke lichaam, dat is ook hetgeen wat het fysieke lichaam doet. We willen er, er altijd voor zorgen dat er weer die homeostase is, dat er weer die, die balans is. Maar het probleem is dat net daardoor veel te veel mensen levenslang blijven vastzitten in eigenlijk een bevroren toestand. En uh, ik ga het uitleggen hoe dat er dan uitziet. Dat zijn eigenlijk de mensen die zich hebben gesetteld. Ze overtuigen zichzelf van, van het feit dat ze in een situatie zitten en dat die situatie uh, hen veiligheid geeft. En dat is het. Ze hebben het bereikt. Nu, het feit dat het grootste percentage van de bevolking daarin zit, versterkt natuurlijk die overtuiging. Ja, want de meerderheid zit daarin, dus dat zou wel oké okay zijn. Maar dat is de grootste reden waarom dat er tegelijkertijd bijvoorbeeld ook zoveel weerstand is. Wanneer dat jij als eerste en jouw familie uh, wakker wordt. Want, wat gebeurt er? Je zorgt er niet alleen voor dat jij zelf werkt, of je gaat je bij jezelf allerlei stukken en uh, ideeën en vragen stellen, maar je verstoort natuurlijk ook hun goed bewaakte, weliswaar bevroren toestand. En dus die zielen groeien ook vaak, maar heel klein meer, of soms zelfs gewoon niet meer. Alle obstakels die ze tegenkomen, zien ze als verstoorders van hun eigen gecreëerde vangenis. alleen weten ze dan niet dat ze in hun eigen gevangenis zitten. Dus in plaats van belangrijke verschuivingen door te voeren, gaan ze er eigenlijk alles aan doen om gewoon terug telkens in die oorspronkelijke situatie te komen. En ik heb het zelf meermaals meegemaakt, zowel in mijn eigen privéleven als bij het, uh, in mijn professioneel leven bij klanten. Zolang dat ze kunnen meesurfen op jouw energie, dus bijvoorbeeld in mijn situatie op mijn energie. Leek het alsof dat ze het beste van hun leven maakten. Maar echter, op het ogenblik dat er om een of andere reden een einde komt aan ons contact, dan zag je dat die gewoon al heel snel terugzakten in hun oude leven. En dat is jammer om te zien. Maar tegelijkertijd is het wat het is. Het is belangrijk, het is um, heel goed dat je beseft en bewust bent dat niet elke ziel kiest om in deze incarnatie wakker te worden. Net omdat ze als ziel nog meer lessen willen leren over de 3D. En sommigen gaan dat nog een aantal jaren hier doen op aarde. Anderen gaan de aarde al vroegtijdig verlaten en dat dan doen op een andere, in een andere dimensie, op een andere planeet, waar dan ook. Nu, dat is het stukje van uh, bevriezen, blijven zitten. Dus andere zielen zullen in plaats van te blijven, vechten, euh, van te blijven zitten, zullen ze vechten of gaan ze weglopen. En een stuk weglopen is iets wat ik ook vaak zie bij klanten. Vooral wanneer schaduwen in zichzelf gespiegeld worden. En zeker bij tweelingvlammen natuurlijk, want dat gebeurt voortdurend. Maar wat gebeurt er dan? Dan gaan ze eigenlijk in de weerstand door zichzelf te willen verklaren. Of ze verdwijnen letterlijk voor een aantal dagen. Dat is ook iets wat de fine Mask Clinch trouwens doen. Uh, voor degenen die dat nog niet wisten. Uh, nu, op zich is dat ook allemaal oké, okay, zolang dat ze in die periode de tijd nemen om met die schaduw en die pijn te gaan zitten. Om ermee aan de slag te gaan. Om het gewoon te laten tot zich komen en zichzelf gewoon te gaan integreren of aan te kijken. Maakt niet uit. Om dus naar binnen te gaan en te kijken wat is hetgeen dat hen getriggerd heeft. Wat is die pijn en die balans, disbalans ik, wat wil dat allemaal zeggen? Wat is de reden daarvoor? En dus... In dit geval, of dat je nu als coach of lichtwerker of het is in je partnerrelatie of, bij een, of in een vriendschappelijke relatie, maakt niet uit. In die momenten is ruimte geven eigenlijk heel goed. Op voorwaarde natuurlijk dat het nodige werk gedaan wordt. Echter zie ik vaak dat zielen die, dan, uh, die zielen die weglopen dan eigenlijk allerlei redenen bedenken, zodat het voor hen... Overduidelijk is dat het weglopen de enige manier is om terug tot die balans te komen. En geloof mij, ik weet het en ik herken het heel goed, want ik heb het zelf ook gedaan, zowel in mijn tweelingvlamconnectie als in andere relaties. Maar het is belangrijk dat je begrijpt dat hetgeen wat zij op dat moment doen, of dat je misschien zelf ook doet, is je zelf overtuigen van het feit dat er geen schaduw is. Ja, zie je de ironie? Of meer nog, zie je eigenlijk het gevaar van die dynamiek. En dat zijn de lastigste, zo niet, de meest uitdagende uh, klanten voor mij om iets samen te werken. Uh, mm, of misschien zelfs ook diegenen die gewoon blijven zitten, maar meestal worden die dan ook geen klant. Dus. <laughs> Anderzijds, de vechters die doen ook iets gelijkaardigs, maar met verschil dat ze de dreiging proberen kleiner te maken of ze proberen de dreiging denk ik, zelfs uit te schakelen. Alleen is dat ook vanuit een wonde, dus vanuit het niet willen erkennen dat er nog wonden zijn in zichzelf. Dus het probleem ligt bij de ander. Dus in plaats van gaan aan te kijken wat die disbalans wil zeggen, dan proberen ze eigenlijk de trigger uit te schakelen. En ook dat heb ik meermaals met klanten ervaren, ook in mijn tweelinglamconnectie heb ik dat al gelukkig mogen ervaren. En waarom zeg ik gelukkig? Omdat het door te ervaren dat ik het heel goed herken en zie wat dat er gebeurt. Want dat zijn, uh, dat zijn de, de, de momenten waarop dat klanten, of misschien de mensen, ik ga het zo zeggen, dan zijn ze boos en gaan ze allerlei dingen gaan verwijten. Ook naar mij toe. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Want de meesten komen dan ook nadien tot besef, dat, uh, zeker bij klanten, dat ik enkel eigenlijk een wonde in hunzelf, in hun eigen energie, gespiegeld heb. En dat is natuurlijk hetgeen wat ik zei ook helemaal in de eerste video: dat is het uitdaging van die mind. Tonen waar dat je jij jezelf klein houdt, tonen waar dat je jij jezelf saboteert, Gewoon maar vanuit de natuurlijke mechanismen om die disbalans zodanig, zo snel mogelijk te gaan weer uh, uh, transformeren zodanig dat er weer balans is. Dus leren hoe je de disbalans in je eigen lichaam kan gebruiken als een eenvoudig tool tot healing is dus super belangrijk. En Je emoties begrijpen is daar één van. Dat heb ik ook al in de vorige video's gezegd. Dus um, ik ga je zelfs onmiddellijk uitleggen wat het is dat je echt moet weten wanneer het gaat over emoties. Er zijn namelijk twee factoren. Enerzijds de heftigheid van de emoties. En anderzijds hoe dat voelt. En dat bedoel ik um, positief of negatief. Ik was aan het nadenken hoe ik het ging uitleggen. Dus de heftigheid en hoe dat voelt. Positief of negatief. Hoe dat voelt, dus positief of negatief, is eigenlijk het simpelste om uit te leggen. <coughs> Excuseer. Voelt het negatief? Dan is het een teken dat je verkeerd denkt over situatie of over je leven. Dus je denkt niet in afstemming met hoe dat je ziel weet dat het mogelijk is. Ik ga dat zeggen. Hè. Je denkt niet in afstemming met hoe dat je ziel weet dat het mogelijk is. Voel je positief, dan denk je in afstemming, en dat dus is in, in, in de resonantie, met jouw ziel, en zet je eigenlijk als het ware op je zielspad. Dat is het eerste. Dus ervaar je emoties, ga eerst dan kijken is het positief of negatief De heftigheid van emoties wil niet zeggen dat het iets heel slecht is of iets heel goed is. Integendeel. Het toont hoe ver je afgeweken bent van je pad. Als dit dan de, de, het, het pad is en dus je in volledige resonantie en afstemming bent, dan gaat dat zeggen hoe ver je eigenlijk van je pad afgewezen bent. Als je extreem... Uh, depressief bent en um, melancholisch en niet meer wil leven well, dan is het een negatieve emotie dus denk je eigenlijk verkeerd en de heftigheid, hoe ver je erin zit zegt jou hoe ver je afgeweken bent van je authentieke energie dus van wie je authentiek jezelf bent dus met andere woorden nog eens opnieuw zeggen voel je, uh, voelt er iets super super slecht dan voel je eigenlijk dat je te ver afgeweken bent van je pad voelt het super goed Voel je intens geluk, dan zet je recht op je pad. Dus als positief of negatief gaat, dan is de heftigheid. Even niet zeggen van ik, ik voel super, super positief iets, dus zet ik ook er ook ver vanaf. Nee, nee dat, dat is het niet. Dus maak het niet moeilijker dan het is. Zo zeggen, ga ermee aan de slag. Oefen uh, om op deze manier naar emoties te kijken en zie wat er gebeurt in je leven. Nu, kortom. Eens we weten wat die emoties willen zeggen, kijk dan ook telkens naar de gedachten die ermee verbonden zijn. Vooral de negatieve gedachten. Vooral als je het niet meer ziet zitten, en je ziet er weg niet meer vooruit. En wat dan ook, zie en kijk. Vraag aan je team wat dat de beperkende gedachten zijn die ervoor zorgen dat je je slecht gaat voelen. Want dat zijn de blokkades in je leven. En die kan je dan eigenlijk weer heel eenvoudig gaan transformeren met de universele vlammen. Nu, um, werken met de vlammen is een tool die Arcturische en Geelers tot op het dag van vandaag gebruiken voor alles in hun leven. Um, en de zeven hoofdvlammen die zijn verbonden met alles in het universum en vormen samen dan eigenlijk de diamantenvlammen. De diamantenvlam, de diamantenenergie, is de energie van de bron, is de energie van het universum, is de, de, de eenheid. Dus door met die energie te gaan samenwerken, gebruik je eigenlijk de hoogst mogelijke energie beschikbaar op aarde op dit ogenblik. Um, ik zou zeggen, als je dat nog niet gedaan hebt, je hebt er nog nooit van gehoord en je wilt eens ervaren wat dat precies is, luister dan naar de transmissies die gratis beschikbaar zijn hier op um, mijn YouTube-kanaal. Of er zijn een aantal specifiekere die uh, voor een kleine bijdrage, ik denk net 15 euro, uh, beschikbaar zijn op mijn website. Zowel uh, op uh, schoverascensie.be van die en op 96vlammen.be van die ook. Ik zou zeggen. Je hoeft niet te geloven wat ik vertel, maar ik heb veel liever dat je het gaat gaan ervaren. Dat je de kracht van deze energie ervaart en zie hoe dat het ook op jouw manier, um, hoe dat het ook jou kan eigenlijk um, helpen en hoe dat deze technologie je verder kan helpen op het pad van bewustwording. Uh, op het pad van meer krachtige stappen. Nu, wil je meer leren en weten? Ik heb het ook in de vorige video al gezegd. Um, in de maand september geef ik uitzonderlijk vier uh, Zoom-sessies, waarbij dat ik je nog meer uitleg geef over de valkuilen van het ego, waar dat je ook ruimte krijgt om je vraag te stellen, en waarin dat we eigenlijk al een stukje weer meer van angst naar liefde gaan. Nu, een ticket voor de Zoom-sessie, want dat is niet gratis. Uh, omdat er heel veel informatie ook weer al gegeven wordt. Er is ook een healing. Uh, waar ik toegeleid word, gaat, er, wordt er gechanneld natuurlijk. En ook een transmissie al uh, gedaan. Um, dus, um, wat ging ik zeggen? Ja, een ticket kan je via het linkje hieronder aan uh, in huis halen. Um, en ik ben sowieso van overtuigd dat iedereen die deze video bekeken of deze serie bekeken heeft, dat, die, um, dat er iets is in hen die ook weer wakker gemaakt wordt. En dus daarin is het ook weer belangrijk dat ook nog meegeef dat het maakt mij niet uit als je deelneemt aan die Zoom-sessies. Het maakt niet uit als je ooit klant van mij wordt. Want de sleutel tot jouw geluk, tot jouw rust, tot jouw vrijheid, die ligt in jouw handen. Wat dat jij ermee doet, is jouw keuze... En is jouw verantwoordelijkheid. En dat is iets wat ik ook heel vaak tegen mijn klanten zeg. Je hebt de keuze. Je kan altijd kiezen vanuit angst of vanuit liefde. Maar het is gewoon veel leuker en veel meer fun als je keuzes maakt vanuit liefde en die angst de deur wijst. Zo, dat was het voor nu. Ik hoop je alvast te ontmoeten in de Zoom. En um, dan zie ik je in de volgende video. Dag!